Juf Ang? Nee. Nee, eigenlijk niet. Juf Ang is heel erg van de protocollen en de regeltjes. Ik vind vaak dat er te veel regeltjes zijn. Nee, ik lijk niet echt op juf Ang. Ik vind dat juf Ang nogal direct is tegen alle ouders. Ik ben wat genuanceerder daarin. Ik sta eigenlijk ook juist open voor nieuwe dingen. Maar liever dus te weinig regeltjes en gewoon inspelen op de actualiteit. Juf Ang is heel duidelijk, dat ben ik ook. Maar ik heb wel een warme band met de leerlingen. Haar directheid, maar ook haar humor. En het is wel een beetje uitvergroot bij haar. En soms zou ik dat ook nog wel eens wat verder willen hebben van haar. Dag ouders van groep 3. Een hele fijne dag. Het was fijn dat ik jullie zag. Nou, dat vond ik altijd heel leuk als je van Anke deed. Ik deed het vorig jaar ook in mijn groep 3. En de ouders gingen echt met een lach de deur uit. Voor 8:30. Als je wil dat je kind omhoog klimt, moet je er vooral niet bovenop gaan zitten. Die vind ik echt zo leuk, maar ook echt wel waarheid. Want je ziet natuurlijk heel veel ouders die hun kind geweldig vinden en intelligent. Ja, dan moet je niet blijven pushen, want het kan ook gewoon iets lager uitvallen. Dat vinden wij niet raar, dat vinden wij alleen heel bijzonder. En dat vind ik een mooie uitdrukking, want daarmee laat je iemand in zijn waarde. Juf Ang zegt op een gegeven moment, genoeg gelezen, we gaan lekker knutselen. En dat is wel een uitspraak die ik bijvoorbeeld ook zou kunnen zeggen, want ik hou ontzettend van knutselen en creatief.